Nou, en terwijl ze het ophalen, mogen de kinderen naar hun eigen dienst. En ga ik vertellen waarom het zo fijn is dat je vandaag hier bent. Want ik zeg altijd: je bent er nooit voor niets. Er is een reden dat je hier bent. En de reden is: ik ga het over hebben over. vasten. Mooi, hè? Dus. Uh, Misschien moeten we gaan vasten. Amen. Uh, zuster Adeline deed elk jaar, begin van het jaar, deed met onze vasten. Weet je dat nog? In het begin van het jaar deden we een uh, soort kettingvasten. Zo het uh, eerste week met uh, allemaal uh, ja, gebeden die we erin brachten van dat is de reden waarvoor je vast. En vast hoefde niet alleen te zijn ik wil een uh, nieuwe huis. Maar ik wil de Heer beter leren kennen, bijvoorbeeld. Amen. Dus dat is één. Wat wij gaan doen, trouwens, nadat ik dit allemaal verteld heb. Wij gaan drie dagen vasten. Maandag, dinsdag en woensdag. Je mag zelf weten of je één dag uitkiest. Je mag zelf weten of je een halve dag uitkiest om te vasten. Je mag ook drie dagen vasten. Wat ik ga doen vandaag, ik ga vertellen wat vasten eigenlijk inhoudt en waarom je zou vasten en uh, ja, wat het uh, ongeveer betekent. Want anders uh, denk je, ja, waarom doe ik het eigenlijk? Terwijl uh, mijn koelkast vol zit en uh, ik van alles kan pakken, eventueel. Dus dat is eigenlijk het idee. En ik begin altijd... Met die tekst van Matthäus 6, vers 16 tot en met 18. Na de zaligsprekingen begon Jezus ook nog wat andere dingen uit te leggen. En een van die dingen dat was over het vasten en over het bidden. En uh, eigenlijk zei hij, ik heb niet alle teksten uh, ervan, zei hij dat mensen die vaak in het uh, uh, bidden, in het openbaar en vasten, vaak huigelaar zijn. Ik heb dat eens een keer uh, bij een iftar. Uh, gepredikt uh, met een gezamenlijke uh, dienst uh, van, uh, waarin ik uh, mo uh, ja, mocht spreken en ik zei uh, ja die, de heer Jezus zegt mensen die vasten en uh, bidden vaak zijn dat huigelaars en dat bedoelde hij niet mee dat je niet moet bidden bedoelde niet mee dat je niet moet vasten maar het bedoelde hij wel mee dat er een reden is waarvoor je het doet. En die reden hoef je niet zo openbaar aan iedereen te tonen. Het hoeft niet zo bekend te zijn dat je beert vast en uh, noem maar op. Uh, het is tussen jou en hem namelijk. Je krijgt er geen extra streepje bij, doordat je vast. En dus dat is belangrijk, voordat ik deze tekst voorlees. Wanneer je vast, toon dan geen droevig gezicht. Oh ja, zeker aan het vasten. Ja, en ik zie weer een taart weggaan. Nee. Zoals de huigelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Zie je? Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Dus als je gewend bent je baard te scheren, scheer je baard elke dag als je vast. Niet zo van ik ben aan het vast, nee. Maar u, als u vast, kijk, dan moet je er extra goed uitzien. Wauw. Zalf dan uw hoofd en was uw gezicht. Ik heb het met dat zilvershampoo shampoo. Uh, dat is het net hè? En was uw gezicht zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast. Maar door uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Amen. Binnen en vasten hoort vaak bij elkaar. Als je alleen maar vast en je doet verder niks. Ja, dan, uh, dan noemen ze dat gewoon afvallen. Dieet. Ja. Maar als je het doet met een doel. Dan gaat de verbader, dat wat je in het verborgene doet, openbaren. En dat is mooi. Want dan gaat hij eigenlijk doen waar jij voor bidt en voor vast. Amen. Dus dat is wat we gaan doen in die drie dagen. Gaan we naar de volgende vers: Van Wat is Vaste Niet? Ik heb niets tegen Chinezen, maar het zijn gewoon stokjes. He? Het is geen uiterlijk vertoon. Staat er. Dat hebben we gelezen hiervoor. Het is geen uiterlijk vertoon. Dus het is niet een of andere uh, grootse uh, iets van. Uh, dat iedereen mag weten, we zijn aan het vasten. Oh, de rank is aan het vasten. Nee, relaxed, we doen het. Relaxed. En je kunt niets bij God afdwingen. Staat er ook. Vasten doe je niet om te denken: hé, hey, ik wil dat God dat moet doen, dus ik ga vasten. God bepaalt zelf wat hij doet. Ook als je vast. Ja, waarom vast ik dan eigenlijk? Komt nog. En het is geen traditie om God te pleasen. Ik heb net gehad van, als een soort traditie, begin van het jaar, dan vasten wij bij de rank. Maar het is geen traditie. Dus als wij straks drie dagen gevast hebben. en je wil in februari weer vasten. be my guest. Het is geen traditie. Je mag het doen wanneer je wil. Amen. Dus dat, dat is belangrijk. Het is uh, ook geen traditie om God te pleasen. Want soms, hè, uh, bijvoorbeeld uh, bij de Iftar. dan vasten de uh, moslims. Eigenlijk om God te pleasen. Maar. God zegt nee, doe, daar doe je het niet voor. Want God kijkt namelijk in het verborgen en niet in naar het openbaar. Gaan we verder? Wat is vaste wel? Het heeft te maken met jouw re relatie met God. Vaste zorgt ervoor dat je gaat. Begrijpen wat God wil voor jou in je leven. Vasten betekent dat je God beter gaat leren kennen. Dat je gaat begrijpen waarom Hij sommige dingen wel wil en niet wil. Je relatie met Hem wordt scherper. Een van de belangrijke redenen is waarom dat uh, wordt. Vasten als je uh, een behoorlijke tijd vast. Dan gaan jouw zintuigen scherper worden. En dan zorgt ervoor dat er eigenlijk de, de, de gifstoffen die in je lichaam zijn, afgebroken worden. Dus je wordt uh, natuurlijk word je scherper. Als je twee dagen vast en je ruikt denkt van hé, hey, de buren straat verder. Koken iets lekkers. <laughs> Bijvoorbeeld. Je, je gaat scherper worden. Maar dat betekent ook dat je geestelijke zintuigen scherper worden. En doordat je geestelijke zintuigen scherper worden, kom je dichter bij God qua te, te, te zijn wil te zoeken, te weten wat hij voor jou wil en wat hij wil doen. Het is een vorm van aanbidden. Het is God groot maken. Het is een vorm van aanbidden. Ik zeg al, vasten en bidden hoort bij elkaar. Als je... Je kan bidden zonder te vasten. Maar je kan niet vasten zonder te bidden. Eigenlijk. Dat hoort bij elkaar. En het dient een geestelijk doel. Nou, heel belangrijk. Uh, waarvoor zeg ik een geestelijk doel? Sommige mensen bidden en gaan vasten om een baan te krijgen. Dat kan. Maar dat is geen geestelijk doel. Maar je kan er een geestelijk doel van maken. Dat ze zeggen: van, Heer, ik wil een baan ontvangen die u wilt dat ik krijg. En dat ik op die plek uw dienstknecht mag zijn. En uw wil mag doen. En dat u mij daar gebruikt. Zie je het verschil? Tussen alleen maar ik wil een baan hebben, want dan krijg ik centjes. En dan, uh, uh, ja, dat is fijn. Want in de Bijbel staat: doe alles wat je doet alsof het voor de Heren is. Dus je kan dus voor materiële dingen bidden, maar het moet ook een geestelijk doel hebben. Toen, uh, ik heb het bij de Baptisten verteld: toen ik en Nathalie een keer een nieuwe auto gingen kopen, leasen voor het eerst. Waren we, we het zat dat we altijd auto's hadden. Die uh, met pech uh, vastzaten, dat je meer op de weg vast zat. Uh, je bekent van die auto's hè, van 500 gulden. Die, uh, die reden wel, maar die hielden er ook van om een keer niet te rijden hè? of uit elkaar te vallen. Nou, op een gegeven moment waren we het zat, dus we gingen bidden. Zeggen we: Heer, wij willen nu een auto waar we nooit meer hoeven te stoppen als er uh, problemen zijn. En uh, dat die goed is. Toen zeiden we ook, maar als we het ontvangen, dan wil het ook voor u gebruiken. Wil het voor uw koninkrijk gebruiken. En sinds ik dat gezegd heb, heb ik met die auto, we hebben de, dit is onze tweede of derde, ik weet het niet meer, derde denk ik, uh, hebben we altijd dingen voor de Heer kunnen doen. We hebben de voedselbank kunnen ophalen ermee. We hebben mensen helpen verhuizen. We hebben de kerk helpen verhuizen. We hebben, uh, ik heb het soms uitgeleid aan mensen die het nodig hadden om iets uh, mee te doen. Want die auto is aan mij gegeven, maar het is van de Heer. En hij mag gebruikt worden door de Heer. Amen? Nou, en dat is belangrijk om, om te weten. Dus het moet ook een geestelijk doel dienen. En dan gaat God voorzien. God gaat voorzien. God houdt er niet alleen maar van om je alleen maar rijk te maken. Die rijke jongeling. Moest alles verkopen, alles weggeven, niet eens verkopen, weggeven. En Jezus volgen. Het gaat God om dat alles wat je hebt, dat je het aan Hem durft te geven. Amen. Zodat Hij weer voor jou kan zorgen en weer meer aan jou kan geven. Want Hij weet, jij geeft het weer weg. Jij gebruikt het voor Zijn koninkrijk. Dus het dient een geestelijk doel. Duidelijk? Gaan we even verder. Dan ga ik even nog moderner worden. Maar zo, zo modern dat ik terug moet naar het Oude Testament. Want hier staat in het Oude Testament wat God liever wil. Johannes, uh, nee, Jesaja, oh, Oude Testament. Jesaja 58, vers 6, daar zegt de Heer: Is dit niet het vaste dat ik verkies? Kijk, God verkiest dit vaste. Dit is dus ook vaste. Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van de juk ontbindt. En dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan. En dat u elk juk breekt. Hé, hey, ben je gebonden? God wil je vrijmaken. Dat vaste wil Hij. Dat je zegt: ik doe elke dag dit. En ik weet. U vindt het eigenlijk niet fijn. Hé, hey, heer. Ik ga vasten, ik ga het loslaten. Dat is ook vaste. Dat staat daar. Namelijk: Is het niet dit dat u brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemde een thuis biedt, dat als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dit is het vaste wat God verkiest. Dit heeft helemaal niets te maken met twintig dagen niet eten, maar met een levenskeuze. Namelijk leven zoals God wil dat zijn zoon leefde, dat jij dat ook gaat doen. Jezelf geven voor de ander. Goed zijn voor je naaste. Wauw. Als je vast en je vergeet dit, dan zegt God: dan hoef je liever niet te vasten. Stop er maar, maar mee. Het heeft geen zin. Snap je? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dit soort vasten zorgt ervoor dat er iets met jouw leven gebeurt. Amen. Dit soort vasten zorgt ervoor dat jouw leven een Gods leven wordt en dat God jouw beschermer kan zijn. Hij zegt zelfs: Hij is jouw achterhoede. Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden. Hé. Hey. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden weg doet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Ja. Dat is toch mooi, wat hier staat. Dat je de Heer zegt van, steek je vinger niet uit. Naar een ander Nee, ga die andere zegenen, ga die omhoog verheffen en ga die persoon helpen. Amen. Als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan. Dit is ook weer geestelijk, want de verdrukte ziel verzadigt, doe je niet met een broodje hamburger. Want je ziel eet geen fysiek broodje hamburger. De verdrukte ziel is degene die zielenlast heeft. Die niet meer weet hoe het verder met zijn leven moet. Die zorg heeft. Die zich ellendig voelt. Die redding nodig heeft. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. Nou, Jonathan heeft het meegemaakt in Zweden. Daar is het soms. Maandenlang alleen maar licht, ook als het donker zou moeten zijn. En de Heer zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven, u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron van waar het water ont nooit ontbreekt. Weet je, deze manier van leven zorgt voor zegen in jouw leven. Als jij zegt tegen de Heer, eigenlijk Heer, ik heb zo'n probleem altijd. Ik heb geen geld. Ik heb geen dit. Ik heb niks. Moeilijk. Sommige mensen hebben dat. Ik steek ook mijn hand in de lucht. Maar, hier zegt hij: als je leeft zoals ik wil dat je leeft, zal het je aan niets ontbreken. En dat mag ik ook weer zeggen. Het ontbreekt mij aan niets. Ik heb altijd genoeg voor mezelf, voor mijn kinderen en voor anderen. En ik zeg altijd tegen de Heer: "Geef me meer, want ik wil meer voor anderen geven." Amen. Dat is het geheim. Om aan niets te ontbreken, dan moet je dat hiervoor doen. Wil je verzadigd zijn, dan moet je dat hiervoor doen. En wie uit u voortkomen zullen de verwoeste plaatsen van weer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden, hij die pressen dicht maakt, hij die paden herstelt, omdat men er weer kan wonen. Wauw. Ja, 58 vers vanaf vers 6. Dit is het vaste wat God verkiest, en hij vertelt ook wat hij erbij gaat doen. Als jij het ook verkiest. Amen. Dus als jij de komende drie dagen gaat vasten en je zegt: ik ga dit doen, zeg ik halleluja. Als je zegt: ik ga niet eten, dan moet je dit ook nog steeds doen. Want je moet zijn voor de ander en ook, ook voor jezelf. In het vasten ga je ook zelf bedenken: van heer, wat is niet goed aan mij, wat ik los moet laten. Want je kan vasten en alle slechte dingen wat je doet, blijven doen. Dat gaat niet helpen. Nee, bij vasten ga je keuzes maken. Bij vasten ga je keuzes maken. En als je dit gaat doen. Ik beloof je, wat God belooft het, dat er iets gaat gebeuren in jouw situatie, in jouw leven. Amen. En bij getuigenisdienst, zoals uh, vorige keer mag je ervan gaan getuigen. Wat God heeft gedaan. Of eerder. Halleluja. Amen. Nou, dan zou ik al eventueel kunnen ophouden. Maar volgens mij ben ik zo dom geweest om door te gaan. Ja. Want ik wilde gewoon wat voorbeelden geven van fysiek vasten. Wat er gebeurd is in de Bijbel. Maar het belangrijkste is, eigenlijk heb ik al verteld. Uh, wist je dat Mozes ook aan het vasten was? Uh, hij vertelt dat hij de berg opging. En dat hij 40 dagen geen vlees en geen water dronk. Sommige mensen willen dat nadoen. 40 dagen geen vlees en geen water. Je krijgt er geen plusje bij. In de hemel. Echt waar. Je mag het doen, maar je krijgt er geen extra plus bij. Want het gaat om hiervoor. Dat is één. En het gaat erom dat je God zoekt, dat je Hem zoekt en dat je Hem hem dient, en dat je veertig dagen een gezond gezicht hebt. O, het wordt lastig hoor. Zonder vle uh, vlees en uh, zonder water. Vooral zonder water. Ja. Weet je, weet je, waarom Mozes dit kon volhouden? Ik denk van, dat is niet gezond. Bijna niet vol te houden. Omdat hij Gods woord kreeg daar. Op die berg. Waar hij was. En in de Bijbel staat. dat hij het levend brood is. en hij het levend water. En het woord is vlees geworden. en heeft onder ons gewoond. Dus dat is de reden dat toen. Mozes na veertig dagen en veertig nachten. zonder brood en water naar beneden kwam dat mensen niet naar hem konden kijken. want zijn, zijn gezicht straalde. Hij, uh, en ze zeiden: doe iets over je hoofd, want we worden blind. We kunnen niet naar je kijken. Zo straalde hij. Wauw. Dus dat was het geheim van Mozes. Dat was het geheim van Mozes. Gaan we nog verder kijken? Uh, trouwens, eentje terug voor de mensen die het niet kunnen lezen en thuis willen zoeken. Deuteronomie 9 staat dat vermeld. Dan gaan we naar het volgende vaste: het daniel vaste. Sommige mensen kennen dat. Het daniel vaste. Daniel, wist je dat Daniel twee keer, in, nou ja, hij zal wel vaker gevast hebben hoor, want hij was wel iemand uh, die uh, er sport in zag. Maar twee keer staat het beschreven in de Bijbel. De eerste keer was het beschreven dat hij uh, eigenlijk uh, ongewijd vlees uh, moest eten. Dat wilde hij niet. Hij wilde, ja, niet halal, maar kosher wilde hij eten. En, uh, dus hij zei tegen degene die voor hem uh, het eten verzorgde, zei hij van, joh, laat me nou alleen maar groente en fruit eten en water drinken. En die man wilde dat niet, want die dacht als jij fruit, groente en water drinkt en je ziet er straks slecht uit, krijg ik op mijn dak van de koning. En op, je, op mijn dak van de koning betekende meestal dit. Dus hij zegt, dat kan ik niet doen. Maar toen zijn de, la, laten we tien dagen doen. Tien dagen. Dus tien dagen had hij alleen maar groente, fruit en water. En toen, na tien dagen, zag hij er geweldig mooi uit, schoner dan de mensen die ook vlees aten, het ongewijde vlees. Zie je het geheim van het vaste van Daniel? Niemand zag dat hij aan het vasten was, want hij zag er steeds beter uit. Mozes zag er ook zo geweldig uit na zijn vaste. Amen? Dus, dat was het vaste van Daniel. Maar daarna, uh, in Daniel 10, staat er een verhaal dat Daniel ineens inzicht krijgt over wat, ga, wat er gaat gebeuren in de toekomst. En daar wordt hij zo bedroefd van, dat hij daarvoor gaat vasten. Hij krijgt inzicht en hij gaat ervoor vasten. En dat vaste duurde 21 dagen, drie weken lang. Ik heb een keer iemand die erover sprak. Hij zei: Mensen doen Daniel vasten 21 dagen lang. Waarom? Omdat na 21 dagen de, de engel des heren, of een engel kwam, volgens mij was het Christus, maar in ieder geval, er kwam een engel bij hem om antwoord te geven op zijn vragen. Maar die 21 dagen dat hij weg was, dat hij niet kwam, kwam doordat hij een strijd voerde met Satan en zijn engelen. En de aartsengel Michael heeft hem toen geholpen en na 21 dagen kon hij daar komen. Stel je voor dat dat gevecht zes weken duurde. Dan had Daniel zes weken gevast. Maar de engel zei: Joh, toen jij al begon, met, voordat je begon met vasten, was ik al onderweg naar jou. Had ik mijn antwoord al voor je. Had ik je al verhoord. Zie je dat? Dus dat vasten van Daniel. droeg niet bij aan het verhoren. van zijn gebed. Want God had het al gehoord. Ging al onderweg om antwoord te geven. En Daniel ging door met vasten, 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 vasten. Niet verkeerd, trouwens. Uh, hij dronk geen wijn. Hij at geen vlees. En nog iets bij, staat erbij, bij die 21 dagen, als je dat ooit wil doen. Hij at namelijk geen smakelijk voedsel. Dit is smakelijk. Behalve als je het niet verhoudt, dan moet je dit eten. Dit, gekookt vind ik het lekker, rauw niet, dus ik had het rauw moeten eten. Oh, dit vind ik lekker. Mocht ik niet eten dan, als ik Daniel te doe. Want hij at geen smakelijk voedsel. Snap je? Maar het ging meer om zijn hart waarvoor hij het deed. En hij zag iets en hij was zo onder de indruk van wat hij zag dat hij naar de Heer toe ging. En daarom antwoordde de Heer hem: Amen. Want het gaat hier om. Dan gaan we nog eentje doen: het jezus In de Bijbel staat dat Jezus, nadat hij gedoopt was, uh, 40 dagen in de woestijn ging. Nou, gelukkig uh, zijn wij niet een kerk die zegt: als je 40 dagen gedoopt bent, moet je 40 dagen naar de woestijn. Of dat je gedoopt bent. Dus per, je hebt geluk. Je hoeft niet 40 dagen naar de woestijn. Maar de Heilige Geest leidde hem daar. En hij had geen vlees. Er staat niet dat hij geen water dronk, trouwens. Dus ik neem aan dat hij wel water dronk. En hij was in relatie met de Heer. Hij zocht de Heer. En na die 40 dagen werd hij verzocht door de duivel. Maar doordat hij relatie met de Heer zocht, had hij op elke strikvraag van de duivel een antwoord met Gods woord. Dat was het mooie van het Jezus vasten. De Jezus vasten ging er vooral om dat hij God zijn vader zocht. Dat hij dicht bij hem wilde zijn, van hem wilde leren, van hem wilde horen. En toen de verzoeking kwam, was hij gereed om te antwoorden. Amen. Dat was het Jezus vasten. Is er nog iets, Jer? Ja. Dus als je ziet als we fysiek vasten, dan kan je volledig vasten. Dat je geen water en geen brood neemt. Dan krijg je niet aan het 40 dagen te doen. Of dat je alleen water neemt. Of. Je eet geen vlees, maar wel groenten en fruit. Dat is in het fysieke vaste. Er, er zijn mensen nu die uh, op andere manieren vasten. Door te zeggen: Weet je wat? Ik ga vasten. Om de Heer te zoeken. En ik ga bijvoorbeeld. tien dagen mijn mobiel niet gebruiken. Of ik gebruik mijn mobiel wel, maar ik ga niet op social media. Kan. Want. Je, je zet het apart. Je zegt: Ik ga dat niet doen, omdat je de Heer gaat zoeken. Als je het alleen maar doet en je doet er verder niks bij, je zoekt de Heer niet, heeft het ook geen zin. En is het nog moeilijk ook. Ik merk van als ik uh, uh, Gods woord zoek en Gods woord lees en um, onderzoek en met hem bid en praat, vliegt de tijd. Maar als ik zeg: Ik ga mijn mobiel niet gebruiken. En ik doe niks. Nou, ik weet niet, ik krijg jeuk overal. <laughs> Snap je? Dus, dus dat is wel, wel, wel belangrijk: dat je het juiste, dat je ook een doel hebt, een geestelijk doel, waarvoor je het doet. Dan alleen maar te zeggen: van, nou, ik wil eventjes niks meer met social media te maken hebben. Amen. Hebben we nog iets? Paulus, vasten ook. Drie dagen geen eten en drinken. Dat was nadat hij uh, blind werd. Toen uh, werd hij, uh, ging hij drie dagen niet eten en drinken. Hij zocht de Heer, hij wist niet wat er gebeurd was, hij begreep het niet, dus hij zocht God. En God antwoordde hem: hè? God zei: Er gaat een profeet komen, en die profeet gaat voor je komen en die gaat je genezen. Staat er al. Dus het was geen verrassing voor Paulus toen ineens een profeet kwam. Die profeet. Voor die profeet was het wel een verrassing. Want God kwam naar hem toe en zei, ga naar Paulus. Ik heb namelijk gezegd dat jij komt. En die profeet zei, ja, ken je Paulus? Toen was hij nog Saulus, hij nog Saulus ja. Ken je hem, God? Geen, uh, geen lieve man, ik ga liever daar niet naartoe. Ik ben bang voor hem. Snap je? Maar God zei, ga naar hem toe. Want hij gaat een dienstknecht van mij zijn. Hij gaat begrijpen wat hij moet doen om een dienstker van mij te zijn. En hij ging naar hem toe. Maar door het vasten van Paulus, had hij aan of Saulus toen, hè, antwoorden gekregen. En dat, dat zorgt vasten. Vasten zorgt dat je antwoorden krijgt van God. Amen. En zelfs iemand als Saulus, die christenen vermoordde, omdat hij dacht dat ze niet goed waren, kreeg antwoord van God, omdat hij God zocht. Amen. Gaan we nog eentje verder? Ben je klaar? Oh, wacht even. Esther. Oh ja, sorry dames. Het Esthervasten. Ook drie dagen geen eten en drinken. En Esther had ook een geestelijk doel. Namelijk, het voortbestaan van het Joodse volk stond op het spel. En als het voortbestaan van het Joodse volk op het spel stond, stond ook onze redding op het spel. Want Jezus moest nog geboren worden. Snap je? De duivel was bezig het Joodse volk te vernietigen, zodat er geen Messias geboren kon worden. En Esther ging vasten, en het geestelijk doel waarvoor ze vasten was eigenlijk de komst van Jezus. Amen? Drie dagen en nachten. En toen zei ze tegen heel het volk, alle Joden die ze nog kenden, Doen jullie met mij mee. En dan zegt: Dan ga ik naar de koning toe op een tijdstip waar je eigenlijk niet naar hem toe mag gaan. En ze zegt dan: kom ik om, dan kom ik om. Dat is een statement. Want als je vast en je hebt een geestelijk doel, geeft God je kracht en dan ga je dingen doen die je normaal gesproken niet kan doen. Amen. En dan hebben we ook het David-vasten, zes dagen lang. Die heb ik even erbij ge gedaan. David was vreemd gegaan, had een kind gekregen uit dat vreemdgaan. En uh, hij kreeg daarvoor van, van de profeten horen dat zijn kind zou sterven. En David ging vasten, zes dagen lang, omdat hij God wilde verbidden dat zijn kind niet stierf. En daarom zeg ik eigenlijk: Je kan God niet verbidden. Want God wil het vaste wat hij verkiest. Wat ik net in Jesaja heb geschreven. En David voldeed toen niet aan al die criteria. Hij voordeelde daar helemaal niet aan. En toen hij ging vasten. Omdat hij dacht: van: Het is mijn schuld, dat kind mag niet doodgaan, enzovoorts. Heeft God niet naar hem geluisterd? En het kind ging dood. Maar wat deed David daarna? Toen hij, uh, ja, hij zag dat z n, z n, z n, de mensen in zijn hof, die probeerden hem te ontwijken, want zijn kind was dood, ze dachten, hij was zo verdrietig. Toen hij nog leefde, nu die dood is, moeten we niet in de buurt zijn. Maar hij merkte dat, hij zegt: Is het kind omgekomen? Ja, zeiden ze. En toen ging hij zich scheren, maakte hij zich weer netjes, ging hij weer uh, normaal doen. En toen zeiden ze van: Hé, hey, daarnet was je zo verdrietig en nu doe je weer normaal. Hij zegt ja, ik hoopte dat God het kind zou genezen, maar het is niet gebeurd. Dus ja, en hij wist het is mijn schuld. Dus ja, waarom zou ik verdrietig blijven en in zakken en as liggen? Want het kind is overleden. Ik, ik kan hem niet terugkrijgen. En dat was dus. Het David-vaste hield op. Toen hij merkte dat God hem niet verhoorde. Daarom als je vast, zoek een geestelijk doel. Waar God achter staat. Amen. Dat is belangrijk. Want je kan dan, anders kom je volgende week naar mij toe. Hij zegt je: Broeder Sam. Ik heb gevast. Dat de plant van de buurvrouw. Zou doodgaan. Want het irriteert me al zo lang in die tuin. Maar na drie dagen vasten st staat dat ding er nog steeds. En dan ga ik zeggen: was dat een geestelijk doel? Zou de buurvrouw daardoor tot bekering komen? Snap je wat ik bedoel? Zoek een geestelijk doel. En God gaat het beantwoorden. Amen? Amen. Heb ik denk ik nog één ding? Oh ja, die ga ik overslaan. Ja. Want anders duurt het te lang. Het vaste dat God verkiest. Daar gaat het om. Als je thuis wil opzoeken. Vanaf je Saaie 58, vers 6 tot met 12. Als je dat opzoekt tijdens het vaste. En je daarop gaat focussen. Dan gaan we de komende drie dagen. Gaan we vasten. Jij mag zelf weten of je het één dag doet. Twee dagen doet. Drie dagen doet. Je krijgt geen extra streepje als je drie dagen doet, trouwens. Maar het gaat erom, zoek God vast voor een geestelijk doel, voor jezelf of voor de gemeente. En laten we zien wat God gaat doen. Amen. Amen. Prijs God. Nou, dat is uh, waar ik het vandaag over wilde hebben, zo voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat je het fijn vond en dat je het ook een beetje hebt begrepen waar vaste om gaat en waar het om draait. Amen. Kan je deze dienst ook op YouTube zien? Ja. Ja. Uh, heel belangrijk is. Uh, ik heb één ding niet gehad. Hè. Ik heb het niet gehad over nieuwe zakken. Uh, of nieuwe wijn in nieuwe zakken. Uh, of een oude wijn in nieuwe zakken. Noem maar op. Dat stuk heb ik niet over gehad. Uh, dat ga ik misschien een andere keer over vertellen. Maar uh, de reden daarvan is. Van mij mag je ook vasten door alleen Jezaaier 58 vers 6 tot en met 12 te doen. Want dat is het vaste wat God verkiest, namelijk. En uh, uh, dat is het, uh, het nieuwe vaste is dat God kijkt naar je hart. Het gaat er niet om om fysiek alleen maar wat te doen, God kijkt veel meer naar hierbinnen.